De meeste van u zegt dat misschien zo heel veel, de Horst Engels Stichting. De stichting bestaat ruim 90 jaar en is opgericht door mijn grootvader, zijn broer en twee zusters. Ter nagedachtenis van uw ouders. En dat was de heer Auke Heijotenhorst en Talia Engbers. En die stichting is in 1919 in het leven geroepen. Er is toen ook een grote som geld ingestort. En toen de tijd, zoals we allemaal weten, was de gezondheidszorg in Nederland in reizen. Het was allemaal nog niet je van het. En toen hadden we nog niet zulke mooie hospicen als we er nu mee bezig zijn. Toen was je gewoon met de hele basale gezondheidszorg bezig. En keken waar ondersteuning gegeven kon worden. De Horst Engels Stichting die richtte zich in het bijzonder op kraamvrouwen die met goederen en geld ondersteunen. En daarnaast ook tuberculosebestrijding. Onder andere de verpleegkosten in het sanatorium werden vergoed. Gelukkig kun je zeggen, is in de, naar de tweede helft van de vorige eeuw waren die doelstellingen eigenlijk niet meer, de stichting voldeed echt niet meer aan die doelstellingen om dat te vervullen. Gelukkig waren de sociale voorzieningen allemaal veel beter. En zijn we natuurlijk een beetje een nieuwe weg ingeslagen en hebben we het wat algemener getrokken. Kijken we nu of we voor reizenaren, want het gaat steeds over inwoners van de gemeente reizen, of die in individuele gevallen, of bijvoorbeeld stichtingen, instellingen, kunnen helpen bij genees- of heelkundige zorg. En daarvoor een bedrag ter beschikking stellen. Nou, dan zijn we bijna 3 jaar geleden alweer. We zijn in de herfst van 2008 zijn we benaderd door de Stichting Hospice. Ik meen dat het via de heer Ter Keurs toen de tijd ging. En met de vraag, Gut, zou de stichting niet wat kunnen doen? Er werd ons nog een mooie brief van de gemeente Rijssen onder de neus gehouden. Van die hebben ook al wat gedaan. Willen jullie ook niet wat doen? Toen hebben we gezegd, dat vinden we een fantastisch goed initiatief en voldoet ook mooi aan de statuten van de stichting. Alleen we hadden één klein probleempje, maar dat was meer een technisch probleempje. Wij geven alleen iets aan stichtingen, in dit geval dus Stichting Hospice, als die minstens een jaar bestaan. Dat deden ze toen nog niet. Dus hebben we gezegd, kom in 2009 terug en dan zullen we het welwillend beoordelen en dat hebben we ook toen gedaan. Hebben het bestuur inmiddels toen de tijd ook al geïnformeerd over wat we wilden gaan doen. En we zeggen, misschien is een leuke gelegenheid ergens bij, of een eerste steen, of hier bij het hoogste punt, om het dan een beetje officieel te overhandigen. En we zijn heel blij dat we daartoe in de gelegenheid gesteld worden. En wilde ik u graag symbolisch het bedrag overhandigen. We hebben het op een mooie check uitgeschreven. En ik denk dat het bedrag van 25.000 euro, dat we daar ja? Oké. Okay. Dankjewel. Ik geef hem direct over naar Burgemeester. Ja. Even kijken, jongens. Het kost mij enige moeite om deze te zeggen. Maar dat heeft niet met het bedrag te maken of anders is. De meesten weten wel waarom. Niettemin wordt hij heel erg in dank aanvaard. We zijn de wethouder ook heel dankbaar dat hij voor ons de weg geplaveid heeft. Dus ik heb u uitgenodigd als u iets wilt schenken, van harte welkom. Maar als u de weg kunt plaveien naar fondsen of dat soort dingen, is ook altijd welkom. Dus maakt niet uit of links of rechtsom komt, we zijn altijd blij als mensen ons helpen om het doel wat hierachter staat, om dat te verwezenlijken. Meneer Horst, heel erg bedankt. U kunt het resultaat al zien. Ja. We hebben al een beetje erop voorgesorteerd, dus we dachten, dit komt eraan. Niet wetende het bedrag, maar denk wel zo. Goed. Het zal een mooi bedrag zijn, dat hebben we al omgezet in stenen. Dus het resultaat staat hierop, dus je hoeft niet bang te zijn dat het niet op een goede manier besteed wordt. Nogmaals, hartelijk dank. En we zullen dit ook een mooi plaatje geven, te zijn de tijd in het hospice. Naast alle andere checks die we hebben ontvangen.